We hebben een hele gans uit elkaar gehaald. Van gans in de veren naar een heel blad vol mooie onderdelen. Nou, wat kan je ermee maken? Heel verschillende dingen. De bereidingswijze van de borst is idealiter om hem eigenlijk zo rood mogelijk te houden. Dus je gaat even de vetrandjes wegsnijden, wat vliesjes wegsnijden. Dan bak je hem in boter of olie en dan behoorlijk heet, zodat je hem echt mooi dichtschroeit. Je kan gewoon peper en zout doen. Zelf vind ik bij ganzenborst ras el anou heel erg lekker. Ja, dat geeft een volle smaak aan het vlees. Daar wrijf je het even mee in en met wat zout. Dan bakken. Dan laat je het even bijkomen. En dan snij je gewoon minuscuul dunne plakjes. Zo, mooie schuine dunne plakjes. En dat kan je bij van alles en nog wat eten. Als borrelhapje, als voorafje, bij een salade. Maar hij moet echt mooi rood blijven. Sommige mensen garen hem na in de oven. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Zodra je hem te warm maakt, dan gaat het vlees toch al heel snel een beetje tranig en leverig, vooral leverig smaken. Daar hou ik zelf niet zo van. Dus kort bereiden en dan in dunne plakjes eten. Je kan hem gewoon wel goed verwarmen. Het is vrij dik ook, hè? Dus de binnenkant wordt niet zo snel gaar. Je moet echt zorgen dat de buitenkant mooi gebakken raakt. En je kan hem wel even een beetje doorwarmen, maar hij moet absoluut niet gaar worden. Want dan is het gewoon een soort reuze schoenensool. En dat is echt heel erg vies. En dan ook nog met een leversmaak. Dunne plakjes snijden, omdat je toch vrij lastig kan vaststellen hoe oud zo'n gans precies is. En je weet nooit helemaal zeker hoe taai dat vlees gaat zijn. Sommige ganzen kan je in dobbelsteentjes snijden en is het nog steeds goed te eten. Maar voor de meeste is het echt fijn om een beetje tegen de draad van het vlees in dunne plakjes te snijden. En het kan warm of je kan het af laten koelen. Als je het afgekoeld eet, dan eet je een gerookte ganzenborst. En zo echt als een stevige biefstuk. Dat is gewoon een warme ganzenborst. Het roken van een ganzenborst is echt een vak apart. Want je moet echt heel goed kunnen pekelen. Goed kunnen kruiden en ook heel goed kunnen roken. Je kan het zeker gewoon even in zo'n klein rookovertje op het gasfornuis doen. Daar kan je gewoon ook mee experimenteren. Het is belangrijk dat je het toch niet al te zout maakt. Of dat je het, als je het gepekeld hebt, ook er even terug spoelt. Zelf vind ik toch het lekkerst gerookte ganzenborst van iemand die dat vaker heeft gedaan. Nou, de bouten, die kan je dus confijten. Vaak wordt gewoon vet gebruikt van tamme ganzen. Want het vet van wilde ganzen is toch vrij sterk van smaak. Je kan het vet wat hier nog aan zit gewoon prima gebruiken. Maar je wil niet vet van wilde ganzen gaan verzamelen om dingen in te confijten. Dat wordt snel te sterk van smaak. Je kan het vlees van de bouten en de borsten en de vleugels ook prima gebruiken om door de gehaktmolen te halen. En er dan inderdaad worstjes van maken, gehaktballen, hamburgers. Die manier van bereiden, dus echt dat malen van dat vlees, zorgt ervoor dat het gewoon malser wordt. En dat is met ganzen best handig. Alhoewel ik eigenlijk van bijna iedere gans toch biefstuk maak van de borsten. En de rest maal om inderdaad een worstje mee te vullen. Lever van ganzen is een beetje lastig, omdat in de val naar beneden kan toch ook al een beschadiging zijn van de gal. Gal is gewoon een afschuwelijke smaak. Ik maak heel graag een soort van boerenpateetje. Daarvoor bak ik de lever, hartjes en de nieren. Maar ik bak de lever altijd apart. Ik snijd het een beetje in kleine stukjes. Ik bak het in een beetje boter. Ik proef altijd even een stukje van de lever om te kijken of die goed is. Als zodra je daar een galsmaakje aan proeft, en dat hoeft niemand je uit te leggen, dat proef je gewoon meteen, dan gaat die weg. Als die helemaal goed is, dan draai ik het met wat koude boter eigenlijk tot een boerenpateetje met een beetje peper en zout. En dat is een heerlijk smeersel voor op een toastje. Fantastisch. En er hoeft eigenlijk ook niet veel aan te gebeuren. Zelf gebruik ik eigenlijk geen varkensvet bij het maken van zo'n paté. Omdat ik dat heel dominante smaak vind. En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Ik vind een mooie boter beter passen bij zo'n gans. En dat je daardoor ook een echt lekker boerenpatéetje krijgt. Bovendien is het veel makkelijker. Je hebt alles in je pannetjes gebakken. Je flikkert bij elkaar, staafmixertje erop. En je hebt gewoon in een iffy een patéetje. Ik vind ook als je zoveel werk hebt gedaan om zo'n gans helemaal uit elkaar te halen. Dan ben je toch zo, je kan er sneller in worden, maar het kan maar zo een half uur duren.
dan wil je daarna eigenlijk die mooie producten zo puur mogelijk verwerken. Voor een worstje kan het wel handig zijn om wat speklappen er doorheen te draaien. Maar doe dat zo min mogelijk. Het karkas is eigenlijk zoals met meer dingen voor bouillon. Je kan het karkas aanzetten in de oven en er dan een bouillon mee maken. Zelf gebruik ik hem eigenlijk altijd puur, zo. En dan het liefst met uien en dan verwarmd tot ongeveer 90, 95 graden en dan heel erg lang. Ik doe steeds vaker ook een klein zuurtje erin, zodat echt alle voedingsstoffen uit de botten in je bouillon trekken. Je krijgt dan een ander soort bouillon dan inderdaad een bouillon die je hebt aangezet in de oven. Maar dat is eigenlijk gewoon de manier om al het eten wat deze gans in haar leven heeft verzameld en waarvan ze voedingsstoffen, mineralen in haar botten heeft gestopt, om die er weer uit te halen en zelf gezond en sterk van te worden. Dus die maag die ga je eigenlijk een beetje schillen en pellen. Dat wijst zich ook vrij makkelijk. Er zit een soort dikke laag, die kan je er bijna af en af pellen. Zo. Zelf zou ik dit donkere randje, dus een spekje, ook nog even meesnijden. Je schilt hem eigenlijk als een appeltje. En dan hou je 4-1 haps mooie stukjes maagvlees over. Zo groot als een slak. Dat is heel mooi vlees. Dat kan je perfect konfijten, dat is heel erg lekker. Het maak je dus, je pelt hem en dan konfijt je hem en het liefst in echt ganzenvet. Dus vet van de tamme gans. En ja, hoe je dat precies doet, dat ligt aan hoeveel maagjes je hebt enzovoort enzovoort. Maar je zorgt daar echt met een thermometer dat het niet te heet wordt. Het moet echt heel langzaam geconfijt worden. De niertjes kan je ook nog apart bakken. Heel erg lekker op een bedje van sla. Fantastisch leuk smaakje. En de nek, die kan je natuurlijk mee doen met de bouillon. En dan kan je later het vlees er weer even afhalen. En die kan je dan in je soep stoppen. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.